Alakar, zo niet. Ik ben Mark en we vangen weer met Hell's Survivor 4. Vorige week zijn we hier gebleven, waarbij we nu nog steeds een beetje Frankrijk aan het opsmaken zijn. En Scandinavië ook nog. Dus hopelijk gaat het wel een beetje goed. Ik zie dat ik wel low manpower heb, dus dat is echt al een probleem. Dus we moeten eigenlijk dat even gaan regelen dat we dat niet hebben. Maar volgens mij is er wel iets handigs wat ik kan doen als ik bijvoorbeeld weer een research plek klaar heb. En waar gaan dan al die divisies weer heen? Oké, die gaan waarschijnlijk gewoon weer terug. Altijd. Oké, er is ook behoorlijk wat lag zo te zien, omdat al die units weer moven en alles. Dat is een beetje irritant, maar het is niet anders. Even zien. Dit wil een soort zien om hier te werken. Het zou fijn zijn als het werkt, maar dat wil nog niet echt. Ja. Ik zeg mooi. Zeg ze gewoon mooi bij degene waar ze juist de meeste moeite hebben. Nog één. En dat is welke precies? Nou, dat is niet daar in Scandinavië in ieder geval. Oké. En misschien als we zo dadelijk wat divisies hier niet meer hebben, dat we ze ook eventjes naar deze grenzen toe kunnen leggen. Dat is ook wel handig. Ze hebben een air superiority. Oeh. Niet heel erg goed, maar hey, we maken in ieder geval nog steeds winsten in hun land. Dus ik ga deze er ook even bij gooien. In ieder geval zitten we wel echt op de grens van Parijs, dus dat is wel fijn. Gewoon alleen wat meer troepen nodig. Hoe zit het met jou dan eigenlijk? 84, ja, dat zal nog niet genoeg zijn. Maar ja, hun hadden natuurlijk ook heel veel tijd om voor te bereiden voor de oorlog. Dus op zich is het op zich wel logisch. Integrate war economies. Atlantic Vault, dat komt nog wel een keertje. Ga er innovations doen. Nou, dat wordt ook dus geregeld. Zo. 42 divisies. Dat accepteer ik. Zet ik gewoon mooi op dit gebied. Ik heb er volgens mij wel heel wat geselecteerd, dus. Oké, daar waren ze, top. Hoe gaat het hier eigenlijk in Afrika? Oh, het gaat eigenlijk best wel goed. Dat is mooi. Deze divisie is er ook weer even uitplempen. Hoe gaat het eigenlijk hier? Oké, welke is dat? Deze eigenlijk. Oké, dat is die. Dan zetten we daar gewoon ook heel wat neer.
dat waren ze alweer. Top. Hoe meer divisies we daar hebben, hoe beter het kan gaan. We zitten echt gewoon bij de grens van Parijs. Deze nou even kunnen regelen. Ja, sure. Hoe lang duurt het eigenlijk nog? 14 juli 1942, oké. Proof relations weer. Volgens mij heb ik dat al wel eens een keer eerder gedaan, maar... Dat is mooi. Oh. Dat is niet heel erg goed. En dat was met de Oost-Indische troep ook toch. Onze vlot is ook helemaal kapot, dus wij kunnen er ook niks aan doen. Dankjewel. Echt, ik mag alles even opschieten. Ik wil echt wel eens Kopenhagen hebben. Oeh, ik weet nog wat. Ik ga gewoon een naval invasion doen. Het kan riskant zijn, dat is zeker. En dan gaan we dat mooi hier doen. Gaan we gewoon dat stukje in, omcirkelen. Dat betekent dat onze Oostzeevloot wel redding moet zijn. Ja, we hebben 2 battleships en 5 destroyers, maar dat gaat waarschijnlijk echt niet helpen. Zet eigenlijk met onze kriek van die. Gaat ook nog niet echt heel lekker, maar kan slechter. Dat betekent dat er dadelijk wel een van onze vloten in ieder geval kapot gaat, denk ik. Maar poep, meh, moet maar, want anders kunnen we niet verder en dan heeft Rusland ook vaak nog een probleem. En we zitten eigenlijk een beetje vast, laat ik maar zeggen. We maken niet zoveel winst, hun maken niet veel winst.
En de SRPO 3, dat is ook nog niet echt helemaal prima. Oké, we zijn toch alweer wel een stukje dichter bij Parijs gekomen. Dus als we Parijs kunnen hebben, nou, dat zou heel fijn zijn. Kijk, hè. Even convoy escort doen. Deze gelijk activeren. Ja, dat is een goeie. Laten we deze maar even doen. Ja, ik weet niet wat ik kan doen op het moment, want er is echt heel weinig wat ik op het moment kan doen, behalve wachten. Daar word ik een beetje irritant van. Geïrriteerd van. Dan ook. Oh ja, dankjewel Italië, dat je nu ook Griekenland gaat aanvallen. Nou ja, gelukkig zijn ze helemaal ontzekerd, dus op zich zou je moeten winnen, hè, want ze hebben ook niet echt veel buitenstaande troepen. Valt bijvoorbeeld Engeland die kunnen helpen, dus op zich, daar heb je wel heel wat meer resources, dus hopelijk. Let's zien. Ook van Noorwegen, die zijn hier nog bij Leningrad. Nou ja, niet dat ze veel kans hebben. Zoals hier is ook nog een klein blokje, hier is een klein blokje. Ah, dit mag wel eens een keer kapot gaan. Fall of Paris, is het eindelijk gebeurd? Is het finally happened? Oh ja, we hebben eindelijk Parijs. Jeez, dat is lak. Griekenland ook kapot. Ja, de Zwarte Zee hebben sowieso een naval superiority. Dat is wel heel logisch. Oh, eindelijk. Gaan we eindelijk Frans capitulaten ding geval. Dat zal heel efficiënt zijn. Nou, dit wordt hem niet. Gaan we gewoon weer terug.
Fire at will. Gewoon al die fucking schepen kapot maken die je tegenkomt. Hoe ver is Frankrijk? Ze hebben nog maar 3 divisies, dan hebben we ze zeker allemaal kapot gemaakt. Ik denk dat Brest hier echt de laatste stap is wat we moeten krijgen. Hebben ze Parijs weer terug? Oh nee, toch niet. Daar is de frontlinie, even zien. Die echt helemaal naar heen loopt. Oh, die loopt tot zover. Als ik dan gewoon helemaal omcirkel en dat ik dan deze hierbij gooi. En dat ik ze dan daar naartoe plemp. Dan moet het op zich wel wat efficiënter gaan, denk ik. Dat is goed. Gewoon. Hoeveel was het? 13, zo. Seasoned. Dat is mooi. Oh, hè? We hebben Naval Superiority. Dat is positief. Dat is wel heel fijn, want dan oh ja, Fiji France, waarom niet? Gaat even lekker, het is niet anders, maar het is wel handig. Gaat even lekker, nou, 20 jaar later. Oké, er is iets van de Field Hospital. Wat heel erg handig is, heb ik op een video gezien. The poor fool. Free Francis capitulated. Dat is hier eigenlijk allemaal aan de hand, ik snap het niet meer. Nou ja, Frankrijk is in ieder geval kapot. Dat is positief. Dat kan ik toegeven. Maar nu komt er nog een stap die ik ook nog ga zetten. En dat heeft te maken met Engeland. Een andere grote probleem waar we nog last mee hebben.
Ik hoop dat Zwitserland een beetje kapot gaat een keer, want ze hebben hier gewoon een deeltje. Nou, prima. Dat is een infrastructuur. Ja, dat hebben we zeker. Neem dat even over, alsjeblieft. Zo. En als we nu de Kopenhagen kunnen krijgen, dan hebben we ook een manier om Zweden te verslaan. Maar dit is wel een beetje apart, dat het gewoon nog weer helemaal over is genomen door die... Nou ja, hoe noem ik het? Heel simpel. Zijn weer out of manpower zo misschien. Oh, yes! We hebben een beachhead. Nice. Waar staat de game op pauze? Ja. Moeten we deze divisies even... hierop plempen. En dan gaan wij gewoon hier naartoe. Wat ik nou eigenlijk aan het doen ben, is deze divisies die hier staan aan het aanvallen ben. Dus dat betekent dat er geen divisies meer naar Kopenhagen kunnen. Waardoor het betekent dat ze dus eigenlijk een beetje vastzitten en heel veel worden aangevallen door mijn divisies. Dus ze hebben eigenlijk een probleem. Maar hey, niet mijn probleem. Oh, ik ben nu gewoon aan het winnen, dus dat is... heel erg positief. En hopelijk ga ik dat ook hier weer doen. Want op een of andere manier is Parijs ook weer terug in de normale handen. En we hebben Kopenhagen. Nice. Oké, als we nu dan gewoon deze zo selecteren dan... heb tenminste alle divisies daar. Dat dus betekent dat wij deze ook hier naartoe kunnen pleuren. En Denemarken is kapot. Ja, ja, deze beachhead die is dan niet nodig. Maar hey. We hebben nu in ieder geval Kopenhagen. Dus dat betekent in ieder geval dat het geheel positief is voor ons. Dat, nu dat ze dit ook nog laten liggen, dan is dat wel heel dom. Nu ga ik deze gewoon op agressief zetten. Wat dat dus betekent dat ik gewoon... het is heel positief dat we nu in Zweden kunnen komen. Want wat voor resources hebben ze? Staal? Aluminium? Ook weer staal? Chromium? En tungsten? Ah, heel positief. Dat betekent dat we minder hoeven te handelen. Dat scheelt wel weer. Megaweren maken. Zo, top. Waarom heeft de Verenigd Koninkrijk nog maar 3 divisies? Oké, sure.
Dit is echt een beetje apart gebied, maar. Maar misschien als we de British Raj willen overnemen, dan denk ik dat we wel Afghanistan moeten gaan aanvallen. Ze niet in een. Nee, ze zitten niet in een faction. Dus op zich, als dus Afghanistan dan aanvallen. Dat kan heel gunstig gaan zijn. Seeks to join the Berlin-Moscow Axis. Ja. Ja. Dat betekent dat we nog een front hebben. We hebben dan niet met China te maken op het moment. Maar hey, dat maakt op zich niet uit. God, jezus, te lag. Mijn computer kan het gewoon niet meer eens aan. Dat is wel een beetje apart. Dan laat ik deze maar toch maar even wat langzamer zetten. Want van die langzamer gezet wordt, dan draait hij nog veel sneller. Dat is op zich een beetje apart, maar. Oké, we gaan naar Stockholm. Voor al die divisies kan mijn computer gewoon op het moment niet meer aan. Oh, we zijn bijna bij Oslo. Nice. En in Stockholm. Dat betekent dat we Scandinavië in ieder geval zodra kunnen onze controle hebben. Ik denk dat we deze wel even weg kunnen halen. En dan zetten we deze gewoon hier zo. Moeten ze nog een eindje, maar het is positief. Oké, als Kriegsmarine die is wel in Naval Combat. Nee, dat is niet nodig. Dit moet ook nog wel een beetje gefixt worden, denk ik. Alle divisies moeten daar eigenlijk heen. Oh ja, Zweden is zijn hoofdstad ook kwijt. Mooi. Oslo is ook van ons. Zweden die is bijna een kapitje later. En dat geldt ook voor Noorwegen. Mooi. Eigenlijk is het voor Italië nu best wel goed, want hun kunnen nu bijvoorbeeld, Zweden is kapot, maar hun kunnen nu bijvoorbeeld geallieerden hier in dit gebied van de wereld even kapot maken. Nou, dat betekent dat we nog een minder grote front moeten verdedigen op het moment. Maar dat betekent wel dat we deze even hier ook allemaal moeten op gaan zetten, denk ik. Dat lijkt mij toch wel het handigst.
verder goed. Als Noorwegen ook kapot is, dan vind ik het wel genoeg geweest van vandaag. Want dit gaat wel kapot. De lijk is wel een beetje ondraaglijk dan op het moment. Maar ja, hoeveel divisies heb ik? 469, ja. Op zich. Op zich is het best wel logisch. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat ik het leuk vond. Geef maar een kanaal. En zie ik volgende keer weer. Later.